Almere TV was de lokale televisiezender van Almere. Het Stadsarchief Almere heeft de vele uitzendingen tussen 1984 en 2006 gedigitaliseerd. Ze zijn voor iedereen toegankelijk. Tijdens het overzetten van de banden zijn prachtige beelden herontdekt, die een beeld geven van een stad in wording. Het is januari 1993 als er een start wordt gemaakt met de aanleg van de Zuiderzeespoorlijn. Een symbolische start. Almere TV reist naar Lelystad om erbij te zijn. Er wordt dan al jaren gesproken over het spoor vanuit de Randstad richting het Duitse Bremen, dat Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland heel graag willen, maar vooralsnog nog niet wordt aangelegd. De drie commissarissen van de koningin van Drenthe, Groningen en Friesland zijn naar Flevoland gekomen om samen met onze commissaris Han Lammers dan maar zelf de eerste stukken rails aan te leggen. Henk Vonhoff, de commissaris van Groningen, ziet de lijn snel komen. Hij heeft net de eerste rails gelegd en wil nog wel meer doen. U begrijpt wat er nu gaat gebeuren. Dit wordt van de vier commissarissen voortaan de manier waarop ze als hobby hun weekenden gaan besteden. Want als de voortgang van de aanleg niet plaatsvindt, dan draaien wij zo elk weekend één stukje rail erin. En op die manier zult u zien hoe deze spoorbaan gaat groeien. Vonhoff vertelt daarna in het provinciehuis nog verder over het belang van de verbinding en ziet het helemaal zitten. Het werk gaat nu beginnen. De overtuigingskracht zal van ons uit moeten gaan. Uw aanwezigheid hier toont aan dat daarvoor een geweldig draagvlak is. Laten we daarom optimistisch en blijmoedig zijn. Ik hoor de trein al rijden. Ook Hans Wiegel, de commissaris in Friesland, denkt dat de verbinding er snel komt. We hopen dus met elkaar op veel succes. Tot slot nog even onze eigen commissaris, Lammers. Hij vertelt duidelijk wanneer de verbinding er moet zijn. De provincie waar u zich thans in bevindt, die telt 243.000 inwoners. En in de loop van dit jaar bereiken we in ieder geval de 250.000. En als de Zuiderzeelijn in gebruik komt, en we schatten zo dat dat ongeveer zal liggen tussen het jaar 2000-2005... dat in die tijd dan denken we dat we Zeeland gepasseerd zijn en Drenthe naderen. En het is nu 2023. Het spoor is er nog steeds niet, maar staat nog altijd op de agenda. Heel wat plannen zijn afgeschoten. Er was zelfs sprake van een supersnelle magneetzweefbaan. Inmiddels is de naam veranderd in de Lelylijn. Er wordt nog steeds volop gelobbyd. Maar of die er ooit komt, dat is voor nu de vraag.